Dag iedereen, super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en ik weet niet of jullie mij echt goed kunnen horen. Oh joh. Ik ben hier aan het fietsen, ik verschoot in de mist. Het is echt zo lekker als het begin deze week mist. Eigenlijk al sinds van het weekend. Maar het is vandaag donderdag, voorlaatste dag werken deze week. En dan hebben we weer een verlengd weekend, want in België is het niet alleen op 1 november, maar ook op 11 november een feestdag. En 11 november ligt op een maandag, dus verlengd weekend. Dit weekend, volgende week vierdaagsjes werken, dus kei chill. Fijn dat jullie er zijn, vergeet alvast nog niet te liken, te abonneren. Ik ga nu naar huis, ik heb een paar dingen die op de planning staan die ik moet doen. 1. Fiets in orde brengen, want de fiets heb ik van gisteravond terug deze ochtend meegebracht. Allee, gisteravond ben ik bij Lola gaan slapen, heb ik mijn fiets meegebracht deze ochtend en die moet ik gaan maken dan eigenlijk. Dus dat moet ik doen. Het stukje voor de, ja, ik heb al genoeg gezegd, erin steken. Ik moet de vlog nog editen van de fiets te maken en ik denk dat ik dat nu direct ga doen, nu dat ik thuis ga komen. Ik moet nog een uurtje gaan lopen, een recovery training. En dat zijn eigenlijk de zaken die ik nog wel moet doen. En dan uiteraard de vlogs nog inhalen, maar eerst die drie zaken en dan zien we nog wel wat we kunnen doen. Dus drukke avond nog, maar fijn dat jullie er zijn, ik neem jullie mee. En dan hopelijk kunnen we straks de fiets afmaken en is hij misschien al rijdbaar als de stuurpen vast zit en niet ronddraait. Dus dat zou echt wel top zijn. En dan kunnen we misschien binnenkort terug wat fietstrainingen doen en misschien een keer richting Van Eyck gaan om die stuurpen af te zagen, dus daar kijk ik wel naar uit. Maar dit is trouwens de kwaliteit van de nieuwe telefoon, echt insane, bro. Ik reed hier altijd, er reed nooit volk, ik reed allemaal mensen, net als ik som. Maar ik ga jullie weer wegsteken, want het is echt koud, dus ik zie jullie zo als ik thuis ben. Ciao, ciao. Oké, lieve mensen, de fiets. Mojo, die nieuwe iPhone is een beetje wennen. Je hebt hier zo'n camera button en ik weet niet of ik erop klik wat er dan gebeurt, maar de fiets staat hier klaar. Ik moet de spacer er nu in steken. Ik heb hem hier binnen in de garage staan. Dus dat gaan we nu even fixen. Ah, dit is trouwens de fiets met de carbonwielen. Misschien moet ik dat even tonen. Kijk. Kijk, dat zijn dus die carbonwielen. Lekker man. En dat gaat dus goed. Dat is allemaal goed gelukt. Er zitten carbonen remblokjes op. Dus die fiets staat eigenlijk helemaal klaar. Die kan Lucas gebruiken. En ja, ik ga nu even dit fixen en dan toon ik jullie straks wel het eindresultaat als het af is. Ah ja, en de nieuwe boutjes voor hier, die moet ik ook doen. En dan is het klaar en dan nog een beetje afstaan en zo. Die voorvork afstaan zal ik wel eens doen tijdens de rit. Maar oh, ik ben zo benieuwd of dat dit gaat werken. Als dit gaat werken, wil het zeggen dat ik heel de bike build zeg maar perfect heb gedaan. Dus laten we dat hopen. Bon, uiteraard gaat niet alles even smooth als je dat dingen wilt doen. Het is nu 9:30. En ik dacht dat ik mijn rem goed had gebleed. Met dat poortje er nog in. Als je je remmen ontlucht, dan moet je zo'n klein blokje erin steken. En dan kun je even testen. En dat werkte perfect. Dus ik steek mijn wielen erin. En kijk. Oké, deze rem werkt wel, die voorrem. Maar die achterrem, kijk. Bro, heb ik dat zo slecht gedaan? Dus ik ga het nog eens opnieuw moeten doen waarschijnlijk. Maar het is mij gelukt om de voorvork alleszins. Kijk, die zit niet meer los. Dus dat is top. Dus dat wil ik nu even gaan testen. En de remmen werken goed genoeg om even te gaan testen. Dus ik ga nu even een rondje over en twee rijden. Met de nieuwe fiets. En de vlog is ook al aangekomen. En die wordt super goed ontvangen. Dus dank u wel daarvoor. Fijn dat jullie het leuk vinden om te zien naar hoe ik sukkel om een fiets te maken. Maar kijk, daaruit leert je. En ik heb wel wat vragen gekregen. Dus die ga ik beantwoorden in de vlog van gisteren. Want die was niet zo lang. Dus dat ga ik nog er extra in steken. Maar ja, ik ben wel echt content van de fiets. En... ik ga even ermee rijden nu.